vanuit het Ondernemersplaza in Amersfoort is dit MKB in the Picture. Welkom bij MKB in the Picture. Het programma voor en door ondernemers van ZZP tot BV. Vandaag is het thema groeien. Hoe doe je dat nou? En aan tafel heb ik een aantal interessante mensen. Allereerst Esther Boksman van Merging IT. Merging IT, wat is dat? Wat doen jullie? Wij maken mobiele applicaties. En voor iPhone, Android, hè, de mobiele apps. En dat doen we met mensen uit China, programmeurs in China. Die mergen met de talenten hier in Nederland, de ontwerpers. En daar maken we samen leuke producten mee. Oké, en hoe groot is jouw bedrijf? Ik ben gewoon alleen, maar ik werk dus samen met ontwerpers hier in Nederland en met programmeurs. En nou ja, zo heb ik een heleboel mensen om me heen. En ook wel marketingmensen en nou ja, wie ik dan maar net nodig heb. Die huur je allemaal in? Huur ik allemaal in, ja. En hoe doe je dat dan met die Chinezen? Ik bedoel, ja, ook. Kan je Chinees? Ja, ik spreek Chinees. Oh. Ja. Ik heb 18 jaar in Taiwan gewoond. Oké, okay. Ja. Ja, niet onbelangrijk. Nee. En nou ja, dus ik spreek de taal en ken de cultuur. En ja, ik weet een beetje hoe ze bewegen. Heel bijzonder. Want waarom kies je voor om mensen niet in dienst te nemen? Dat is toch veel makkelijker? Kan je ze aansturen, zeggen wat ze moeten doen? En dan kan je toch veel makkelijker groeien? Ik kan nu gewoon de mensen eruit pikken die ik precies nodig heb, zeg maar. De mensen, ik geloof erin dat je, mensen hebben een bepaald talent en dat moeten ze gaan doen. En niet alles eromheen, weet je wel. Dus ik haal juist die mensen eruit die heel goed zijn in het ontwerpen, heel goed zijn in interaction design, heel goed zijn in marketing. Die kan ik er allemaal zo uitpikken. En ik kan dat zelf allemaal besturen, zeg maar. En dat werkt prima. Martijn Driessen van Entrepreneur Consultancy. Jij hebt onderzoek gedaan naar wat nou een ondernemer succesvol maakt. En Esther is volgens mij wel redelijk succesvol. Ja, volgens mij ook. Dus wat komt er uit zo'n onderzoek? Nou, uit zo'n onderzoek komen eigenlijk de belangrijkste competenties die je nodig hebt om daadwerkelijk een bedrijf te kunnen runnen. En noem er eens twee. Eén daarvan is bijvoorbeeld de prestatiegerichtheid. Dat is de behoefte om daadwerkelijk ook een succes neer te zetten, om een bedrijf daadwerkelijk van de grond af te krijgen. Maar een ander is bijvoorbeeld ook creativiteit. Dus dat je problemen weet op te lossen. Andere kansen ziet die anderen niet zien. Nou, dat zijn zo twee eigenschappen, kwaliteiten die mensen in zich kunnen hebben. En ja, dat is eigenlijk allerlei competenties die iemand nodig heeft. En zij laten een aantal dingen al zien waarin ze zelf ook aangeeft. De combinatie te kunnen maken, dus het overzicht te kunnen hebben. En precies, hoe haal je talent naar boven? Dus natuurlijk wat dat betreft voor een ondernemer sowieso. Wat maakt iemand succesvol? Het is niet alleen wat hij zelf kan. Ja, dus dat hij ook als ZZP'er zijn eigen dingen kan doen en zelf klanten weten te vinden. Maar tegelijkertijd ook de kwaliteit van anderen kan zien om die vervolgens weer in te zetten. En of dat nou in dienst is of in combinatie met in samenwerking, dat maakt dan niet zoveel uit. Want zeg je dan ook dat van die verschillende vaardigheden, dat je die niet allemaal in eigen huis zelf hoeft te hebben, dat je ook gewoon mensen kan inschakelen die wat beter zijn in die creativiteit? Of... Ja, ik zeg wel gekscherend, een ondernemer hoeft niets te kunnen. Maar hij weet het dan wel te regelen. Nou, ben je zelf ook ondernemer, Martijn. Ja. Je bent gepromoveerd op ondernemersvaardigheden, wat ik ook heel fascinerend vind. Maar je hebt natuurlijk zelf ook jouw test die je hebt ontwikkeld gedaan. Durf jij met ons te delen wat daar uitkwam? Ja, zeker wel. Ja, ik ken natuurlijk alle antwoorden, dus dat was makkelijk. Nee, zonder gekheid. Kijk, ook ik heb mijn zwakke punten. En ondernemerschap gaat niet zozeer van ik heb alle eigenschappen en kwaliteit en daarmee ben ik succesvol. Wat we vooral zien zijn de mensen die durven, en zeker degenen die echt willen, die merken al heel snel, oké, daar ben ik niet goed in. Hoe kan ik dat wel oplossen? Dus en wat is jouw zwakke eigenschap? Ik ben geen manager. Verbeterpunt. Het is absoluut niet zwak. Nee, op een gegeven moment hadden we 19 mensen en toen merkte ik gewoon dat ik eigenlijk een medewerker was in mijn eigen bedrijf. Toen had ik echt zoiets van, ik begin gewoon weer opnieuw. Ik ga wat anders doen en ik heb hier geen zin in. Oké, dus dat is jouw oplossing geweest om dat te ondervangen, zeg maar? Ja, dat te ondervangen. Management dan... laat je niemand anders over en jij gaat absoluut entrepreneurs zijn. Ja. Maar dan heb je ook al van, je voelde je daar niet goed bij. Ik vind dat ook altijd heel erg leidend voor mezelf. Van, nou, als iets niet goed voelt, nou, dan is dat al een voorteken van, Jacques, niet doen of anders doen. En nou ja, als we dan over gevoel hebben, dan komen we natuurlijk al heel snel onze andere tafelgast. Mahatma, wat ik ook heel spannend vind. Mahatma, kun je vertellen wat jij doet? Wat ik doe? Ja. Ik heb een Spirit Coach Academie. Dat is een vierjarige opleiding waarin ik mensen opleid tot Spirit Coach. En ik heb mijn bedrijf, dat is Spirit Coaching. En daarin geef ik heel veel seminars en events.
En een event is een seminar alleen op een grotere schaal, dus met meer dan 100 man, waarin ik mensen ook begeleid en bewust maak. En dat doe je ook voor ondernemers? Daar zitten heel veel ondernemers tussen, zeker weten. Ja, en wat zoeken die bij jou? Bewustwording. En daar gaat het eigenlijk allemaal om. En waar word je dan bewust van? Wat ik mensen bijbreng is ten eerste hun oneindige potentie. En dat klinkt misschien een beetje zweverig. Ja. Maar wij mensen kunnen zoveel meer als dat we vaak denken. En waar ik mensen mee in contact breng is juist met een gebied wat vaak voorbij het denken gaat. Dus ten eerste met hun gevoel. En met het gevoel kan je heel erg veel. En het gevoel is als het ware leidend. En dat weten mensen niet. Als je niet lekker in je vel zit, heeft dat direct een invloed op de dag. Heeft dat direct invloed op de mensen die je ontmoet. En vaak heeft het ook direct een invloed op de resultaten die je behaalt op zo'n dag. En hoe kom je dan in contact met dat gevoel? Want je zegt, voor mensen is dat moeilijk. Maar help ons eventjes, hoe doen we dat? Nou, ten eerste is rustig te gaan zitten. En gewoon eens te gaan voelen. Wat voel je? En als je ergens bent en het is spannend, en in deze tijden zijn spannend voor mensen, is het belangrijk om af en toe eens gewoon inderdaad echt te gaan zitten. Gewoon. En een boek te gaan lezen? Nou, nee, niet een boek te gaan lezen, want dan ga je weer weg. Nee, juist te gaan voelen. Okay. Juist te gaan zitten en te zeggen, wat voel ik nu eigenlijk? En als je durft te voelen, want een heleboel mensen durven niet te voelen, maar als je durft te voelen wat er in je leeft, dan komen er ook gevoelens naar boven waar je misschien niet altijd op zit te wachten. Nee, dus daarom wil je je ook niet voelen. Daarom wil je ze ook niet voelen. En toch ligt er juist in het voelen een enorme potentie, een enorme kracht. Als je durft te voelen wat er in je leeft, dan kan je het ook omdraaien. En wat wij mensen in het algemeen doen, is wij lopen voor ons gevoel weg. En als we bijvoorbeeld bang zijn voor iets, dan loop je al weg, wil je het niet zien. Maar ondertussen is die angst er en is de oorzaak van de angst niet weg. Als je op dat moment durft om te draaien, die angst recht in de ogen durft te kijken en te voelen wat je voelt, dan krijg je een hele nieuwe ontmoeting. Dan komen er hele nieuwe dingen. Want op het moment dat je iets echt in de ogen aankijkt, verandert het, hoe gek het ook klinkt. Maar voor ondernemerschap kan je toch op een gegeven moment ook gewoon zeggen van, nou, weet je, die angst die is er, maar ik ga gewoon door of ik schakel iemand anders in die dat wat makkelijker kan? Of heeft het dan toch nog invloed op hoe je onderneemt? Ten eerste heeft het altijd invloed. Dus ik zou zeggen, het is goed om niet te weg te zakken in de angst. He, nogmaals, het zijn spannende tijden. En heel veel mensen hebben het misschien wat moeilijker momenteel. En dan is het zo makkelijk om, oh jee, ik ga failliet. Oh jee, ik red het niet. Oh jee, nou die doemgedachten al door te herhalen. Dat is niet wat ik zeg. Ik zeg, voel de angst. Kijk de angst in de ogen. En maak een plan. Maak een plan en laat de angst los. Maar je kunt het pas loslaten als je hem durft te voelen. Ja, ja. Test je ook dit soort dingen dan? Ja, er komt er wel mee naar boven. Maar de test is één, dat is een middel, dat is een spiegel. Maar je hebt nog steeds een coach nodig om er uiteindelijk een glazen bol van te maken, om het zo maar te zeggen. Okay. Zodat de persoon zelf inziet, oh, maar zo is het dus voor mij. Dit betekent het voor mij. En dan helpt soms ook wel om inderdaad om die angst in de ogen te kunnen kijken of zeggen van, en dat is inderdaad een zwak punt. En toe te geven, oké, dit is een zwak punt, maar wat komt daarna? En dan sta je open voor wat daarna komt. Daarvoor, ja, eigenlijk sluit ik helemaal, kom je daar ook gewoon niet. Dus je loopt er heel makkelijk voor weg. En je ziet dat ZZP'ers doorgaans ook wat makkelijker daaraan voorbij gaan. Ach, dat komt wel goed. Ik red het wel op mijn kennis, op wat ik kan. Terwijl op het moment dat je echt iets graag wil en je merkt dat je uitgedaagd wordt, juist doordat je groeit, kom je in een andere situatie. En dat vind ik zelf ook het mooie ondernemerschap. Iedere keer kun je nieuwe situaties. Ook doordat ik zelf meer een pionier ben en iedere keer weer nieuwe dingen doe, kom ik erachter van, oh, wat heb ik nou weer gedaan? En hoe kom ik hier dan weer uit? En herken jij dan ook dat je, als je de angst in de ogen kijkt, of zeg maar, ja, gewoon wat is nou precies het probleem? Wat is nou echt die angst? En dat je dan makkelijker doorgaat? Ja, dat letterlijk, hè, geven we ook aan. Hè. Mensen zijn bang voor risico's. Ze zijn meer bezig met het risico's mijden, ja, dan met de kans dat het wel gaat lukken. Stel nu dat Rutte weer terugkomt in september. Wat vind je van Rutte? Heb jij tips voor Rutte? Of vind je dat hij, want ik vind hem heel positief overkomen. Ik denk, hij houdt zich toch maar staande tussen al die gekkigheid in de Tweede Kamer. En natuurlijk heel veel zinvolle zaken. Maar ja, ik vind dat er een hele negatieve sfeer is. Want op het moment dat je maar even iets zegt, word je al afgebrand. En wordt het onderwerp onder tafel geschoven. En gaat het alleen maar op de persoon. Heb jij ik heb ten eerste heel veel respect voor Rutte. Voor
Dat wil ik gewoon zeggen. Heel veel respect. Wat zou ik hem willen zeggen? Nou, dat vind ik wel heel bijzonder. Dat ben ik niet. Of hoe ziet jou... Ideale politiek. Ja, de ideale regering daaruit. Nou, waar, hoe kunnen wij het, meer positiviteit in Nederland krijgen? Ja, dat heeft alles met het magische woord respect te maken. En dat is onderling respect. En dat onderlinge respect heeft natuurlijk ook te maken met het respect naar de bevolkingsgroepen. En ja, vanuit mijn oogblik denk ik van iedereen heeft een recht om om deel uit te maken van het kabinet. Maar ik ben het met je eens, de sfeer is op dit moment heel negatief. Het is grappig dat je me dit vraagt, want ik zat er toen ik in de auto hierheen reed over na te denken. Dus dat vind ik wel heel apart. Ja, kijk, het zijn tijden van crisis. En in crisis leven mensen in angst. Juist. En in angst verhardt iemand en ga je voor je eigen belang. En als iedereen voor zijn eigen belang gaat, ja, dan komen we niet zo ver. En dat is toch wel bijzonder, want 2012 is ook het jaar van de coöperatie. Maar dat wist je natuurlijk al lang. En dat houdt in dat wij meer samen moeten gaan doen. En het grappige vind ik wel, is dat bij de MKB-ondernemers... zie je dat MKB-ondernemers gaan elkaar opzoeken. En je ziet hier ook al aan tafel zie je al een bepaalde verbondenheid van ondernemers. En je ziet crowdfunding opkomen. Crowdfunding is een alternatief omdat de banken zeggen... ja, sorry, wij kunnen te weinig aan verdienen. En de ondernemers gaan het onderling oplossen. Dus ja, ik denk dat het iets is, niet alleen aan de nieuwe regering, maar een beweging is die nog. Wat ik wel interessant vind, is van hoe Esther dat doet. Want jij hebt natuurlijk ook heel veel mensen om je heen. Dus samen doe je. Hoe zorg je dat de positiviteit daar blijft? Ja, dat woordje respect, daar wou ik wel op inhaken. Want dat is iets wat ik, toen ik om 18e naar Nederland kwam... was wel een stukje wat ik miste, als ik eerlijk mag zijn. Als ik even negatief mag zijn. Maar het respect voor andere mensen en voor andere culturen... en voor andere manieren van doen. Ik bedoel, iedereen heeft zo zijn eigen manier. En dat moet je gewoon respecteren. En daar moet je omheen zien te bewegen. En eruit zien te halen wat erin zit. Want er zit altijd wel iets in iemand. Iedereen is mooi, iedereen heeft een talent, iedereen heeft wel iets. En ik denk, ja, dat moet je naar zoeken. Soms moet je er naar zoeken, soms zie je het gelijk, maar soms moet je even zoeken. Oké, en hoe doe jij dat met jou? Je hebt toch een organisatie groter gemaakt, ook met allerlei mensen in dienst. Hoe zorg je dat daar de talenten tot bloei komen? Ja, dat is vooral kijken naar wat mensen kunnen. Hè? Want normaal heb je natuurlijk allerlei functies. En dan neem je iemand aan voor een functie. En dan voldoet hij wel of niet. Maar daar zo kijk ik eigenlijk ook niet. Dus ik heb meer zoiets van, ik zorg ervoor dat de functie past bij dan het talent. En dan hou ik vanzelf nog iets over. Een stukje functie. Ja, dan moeten we kijken hoe we dat gaan oplossen. Maar dat is wat anders dan, dit is de functie en daar zoek ik iemand voor. Maar het blijft altijd een spel, een moeilijkheid. Je merkt dat niet, tenminste in mijn geval dan, maar niet altijd even makkelijk gaat. Maar evengoed, wij kijken natuurlijk ook vooral naar de mensen zelf. En wat wij eigenlijk vooral willen is dat ze ondernemender worden. En als mensen uiteindelijk via ons bedrijf uiteindelijk een eigen bedrijf beginnen, zijn we daar hartstikke trots op. En wat is ondernemender? Nou, ondernemender wil zeggen dat je dus meer kansen ziet. Kansen voor en ook weet hoe je die zou moeten benutten en waarde creëert. Voor jezelf. Ja. Maar ook voor de organisatie. Maar ik vind het wel heel mooi wat je net zei. Van als ze uiteindelijk als werknemer bij mij zijn begonnen en mensen worden ondernemender en ze gaan voor zichzelf beginnen, dan ben ik daar alleen maar heel blij mee. Terwijl het merendeel van de werkgevers zou denken van, nou, als er iemand voor zichzelf begint, nou, dan leid ik even een geweldige collega op en dan ben ik helemaal niet blij mee. Nou, zelfs als dat zo zijn, zelfs dat ze dat zelf zouden doen wat wij nu doen. Dat betekent alleen maar dus dat er dus markt voor is. En als dat niet zo is, dat betekent dat zij het misschien beter doen. Dat betekent dat ik iets niet goed doe. Ja, of je bent ervan overtuigd van je eigen kracht. Nou, dat sowieso. Maar zelfs dan nog kom je in de werkelijkheid. Dat je, oei, hij doet het toch beter dan ik. Hey, wat doet hij anders? Okay. Dus ook dan eigenlijk dan meer kijken naar van, hey, wat doen zij dan beter? En dan blijkbaar heb ik een station gemist. Dus ja, ik zie dat niet als een negatief iets. Ik zie dat eigenlijk veel meer als een positieve uitwerking van... Mooi. Dank jullie wel voor dit gesprek.